Een nieuwe week en dat betekent ook een nieuwe dagelijkse BLOX-update. Mijn naam is Jari en zoals altijd gaan we samen kijken naar de laatste nieuwtjes op jullie crypto en de economie. Wel anders dan anders is mijn hand. Ik heb helaas een ongelukje gehad met koken en ik ben geburnt. Wil jij nou voor zorgen dat je niet geburnt wordt door bijvoorbeeld een omvallende crypto-exchange? Is het wellicht het overwegen waard om je crypto over te hevelen naar het voordeligste en veiligste platform van Nederland... Overigens, vanaf morgen is het mogelijk om ook Ether te storten naar je blokskluis. Dus, mocht je bijvoorbeeld nog wat Ether hebben staan in je Binance-account, dan is dit je uitgelezen kans. Na deze huishoudelijke mededeling staat niks ons meer in de weg om te beginnen met het nieuws. We beginnen vandaag met een rechtszaak die is aangespannen tegen de bekende crypto-onderzoeker ZekXBT. Hij wordt aangeklaagd vanwege smaad en laster. En als reactie hierop heeft hij een adres gedeeld waar de crypto-wereld donaties naartoe kon sturen. Binnen 24 uur is genoeg gedoneerd om zijn rechtszaak te kunnen bekostigen. Daarna kijken we naar een blogpost van Arthur Hayes. Hij heeft daarin de huidige staat van de markt vergeleken met hoe het was in de bodem van de bear market van 2015. Daarnaast nog een nieuwe cryptopartij die is omgevallen. En het laatste nieuwsartikel gaat over een nieuw product dat is gelanceerd. Het bitcoin zeer vergelijkbaar aan het bitcoin ordinals protocol, maar dan op Ethereum. Sluiten we nu af met een technische analyse. Maar we beginnen met die rechtszaak die is aangespannen tegen Zach XPT. Hij is een belangrijke bron van informatie voor de cryptowereld. Heb ik zelf overigens ook al een paar keer in een video als bron gebruikt. En hij is gewoon heel goed in het aflezen van de blockchain en heeft onder andere al een paar keer de politie van verschillende landen geholpen met het pakken van cryptoscammers. scammers nou, Hij is dus nu aangeklaagd voor smaad en laster door een van de ondernemers wiens projecten hij had, uh, hij had ontmaskerd. Het gaat dan om Jeffrey Huang. En Zack XBT had ongeveer al meer dan een jaar geleden in een Twitter-thread aangegeven hoe die Jeffrey Wang meer dan 22.000 Ether gestolen had en verduisterd had, verspreid over 10 verschillende pump-and-dump tokens of gefaalde NFT-projecten. Hij wordt dus nu helaas aangeklaagd voor smaad en laster en hij noemt het zelf een David tegen Goliath-verhaal. Hij denkt dat Jeffrey zijn rijkdom gebruikt om gewoon uh, Zack XPT de mond te snoeren. Omdat Zack XPT eigenlijk nooit echt inkomen krijgt uit al zijn onderzoek. Dus hij is niet per se superrijk. Nou, ja, hij zegt dus nu dat Jeffrey daar misbruik van probeert te maken om dus hem uh, de mond te snoeren. Het gaat hem veel geld kosten. Hij zei zelf dat het, ongeveer, dat het waarschijnlijk meer dan een miljoen dollar zou kosten om, uh, om dus deze rechtszaak aan te vechten. En toen heeft hij dus als reactie daarop een ontvangstadres geplaatst, waarin dus hij vraagt om donaties om dus zijn rechtsstaat te kunnen bekostigen. Binnen 24 uur is dus toen meer dan een miljoen dollar uh, geplaatst op. Uh, Oké, okay, ik kan het in dit artikel niet vinden. Maar binnen. Binnen 24 uur is dus meer dan een miljoen dollar gestort naar dit adres, zodat hij in ieder geval deze rechtszaak zal kunnen bekostigen. En overigens um, zijn het ook veel verschillende cryptopartijen die dit gedaan hebben. Zo bijvoorbeeld um, Binance CEO en ook uh, Kraken CEO uh, Jesse Powell hebben dat gedaan. Ja, Zack die wordt dus gewoon enorm gewaardeerd binnen de crypto-industrie, omdat hij altijd dus... Zijn, zijn altijd hele belangrijke informatie deelt en eigenlijk nog nooit echt om, om geld hiervoor heeft gevraagd of om donaties. Nou, nu heeft hij dat, had hij dat toevallig dus wel echt even nodig. En is ook duidelijk dat de reputatie die hij had opgebouwd hem hier toch wel uh, behoorlijk helpt. Er is dus nu meer dan 1 miljoen dollar gedoneerd binnen, een, uh, binnen 24 uur. En dus tussen alle schandalen binnen de cryptowereld die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, heeft hiermee crypto zich toch wel weer even van zijn beste kant laten zien. Dan gaan we kijken naar de nieuwe blogpost van Arthur Hayes. Hij heeft hierin een vergelijking gemaakt tussen de huidige staat van de markt en hoe de markt eraan toe was in 2015 tijdens het bodem van de bear market. Daarin was het zeer belangrijk dat er een nieuwe instroom kwam van Chinese investeerders, die vervolgens eigenlijk wel een nieuwe rally hebben veroorzaakt, of op zijn minst ja, toch wel het begin van de bull market. Hij denkt dat dat nu ook wel weer eens zou kunnen gebeuren, en hier heeft hij verschillende argumenten voor. Wel noemt hij eerst nog wat minder nieuws, namelijk dat hij wel verwacht dat de SEC eigenlijk pas net begonnen is met hun plan om crypto soort van te bannen. En dat hierom dus nog wel veel meer paniek eh, on zal ontstaan, en dat dat dus ook nog wel flink negatieve gevolgen kan hebben voor de crypto-koersen. Maar vervolgens gaat hij wel verder met wat positiever nieuws, namelijk dat we vooral moeten kijken naar de Chinese markt in plaats van de Amerikaanse markt en dat dus de Chinese markt waarschijnlijk de Bollmarkt gaat aftrappen. Hij kijkt hiervoor naar um, eigenlijk ja, verschillende dingen dus in 2015. Zo noemt hij dus dat in 2015 was eigenlijk de hele markt nog een beetje aan het herstellen van de, het omvallen van Mount Gox. Dat was destijds echt verreweg de grootste exchange van de wereld en die was omgevallen. Dus dat was in 2014 zorgde dat voor een daling van 90% ongeveer. Ja, in 2015 was de markt daar in ieder geval nogal flink van geschrokken. En ja, dat is eigenlijk nu dus dat dit hele jaar nog <laughs> gebruikt wordt om een beetje bij te komen van het hele instorten van FTX. Ook noemt hij dat eh, toen dus de hele maandenlang eh, bitcoin rond, schommelde rond de 250 dollar. En dat, daar maar niet, dat we daar maar niet vanaf konden, van, vanaf konden komen. Ja, dat is dus nu een beetje te vergelijken met keer 100, namelijk de 25.000 dollar waar we nu ook al maandenlang eh, omheen zweven. Toen dus in 2015, na maandenlang rond die 250 dollar vast te zitten, waren we, werden, zijn we eindelijk uitgebroken. En toen hebben we eigenlijk meteen een enorme stijging gezien van keer 3 bijna. En dit kwam eigenlijk omdat toen dus in augustus uh, de Chinese Centrale Bank plotseling koos om de, of ja, een, een nieuw programma starten waarmee de yuan dus uh, gedevalueerd werd, oftewel waarde verloor. En dat dit dus ervoor zorgde dat Chinese investeerders een toevlucht zochten in bitcoin. Nou, dat heeft toen gezorgd voor deze enorme stijging opeens. En nu verwacht Arthur Hees dus dat dat ook dit jaar wel eens, uh, wel eens zou kunnen gebeuren. Ja, we hebben natuurlijk al meer nieuws gehad de afgelopen tijd over Hongkong die het dan toch waarschijnlijk wel weer wat makkelijker maakt voor Chinese investeerders om te beleggen. Nou eventueel dus Arthur Hayes verwacht dus nu dat mogelijk de, de, Chine de Chinese centrale bank weer zal zorgen voor een devaluatie van yuan. En dat is ook wederom op dit moment de Chinese investeerders langzaam een toevlucht zullen gaan zoeken in, in bitcoin. Nou, het is tot nu toe natuurlijk een enorm lange crypto winter geweest en volgens Arthur Hayes zal het misschien nog wel wat erger kunnen worden. Maar als zijn voorspelling uit zal komen dan lijkt er inmiddels toch wel wat licht aan het einde van de tunnel te ontstaan. Dan gaan we door naar weer een nieuwe cryptopartij die de deuren zal moeten sluiten. Het gaat hier dan om de partij die recent nog een van de grootste overnames in de geschiedenis van de crypto wereld zou beloofde te worden. Het was toen gewaardeerd op ongeveer 1,5 miljard dollar. Maar helaas is die overname toen niet doorgegaan. Nou, natuurlijk zeker jammer voor de stakeholders van die partij. Het gaat hier dan om het bedrijf Wire, en die hebben afgelopen vrijdag aangekondigd dat ze de deuren zullen moeten gaan sluiten, en ze noemen daarbij als reden de verslechterde staat van de markt. Ja, wel zeggen ze dat ze dus, ja, ze hebben dus de beslissing gemaakt om de belangen te beschermen voor hun klanten, maar ook van hun investeerders. En hieruit lijkt het erop dat ze in ieder geval gewoon niet meer winstgevend kunnen zijn. Ze zeggen namelijk ook dat ze niet in een gevecht zitten met bijvoorbeeld een financiële waakhond of zo. Of dat dat er ook niet meer aan zit te komen. Maar dat ze dus puur gewoon op dit moment ja, niet winstgevend zijn. En dat betekent natuurlijk dat ja, hoe langer je dat volhoudt, hoe groter de kans dat je insolvent raakt. En zolang je niet winstgevend bent, dan moet dat extra geld. ...allemaal uit de zak komen van de investeerders die daar natuurlijk ook niet op zitten te wachten. Dan alweer door naar het laatste artikel en dat gaat over een nieuw protocol dat is gelanceerd. Zeer gebaseerd op het Bitcoin Ordinals protocol, maar dan op de Ethereum chain. Het heet ETHscriptions. Het is op 17 juni gelanceerd en het is ontwikkeld door Tom Lehman. Natuurlijk niet de allerbeste naam als we even terugdenken aan de Lehman Brothers... ...een van de grote banken die omviel in de 2008 financiële crisis... Maar ja, goed, het is natuurlijk een hele andere situatie gelukkig en uh, uh, Tom Lehman heeft zelf op Twitter laten weten dat hij het tot nu toe een, een groot succes vindt. Binnen 24 uur na de lancering waren er al 30.000 inscripties gecreëerd via het ETH Scriptions Protocol. Dit was ook deels omdat uh, snel na de lancering dus de Ethereum punks zijn gelanceerd. Vrijwel hetzelfde als de punks die op uh, dus de Bitcoin blockchain gelanceerd zijn. Ja, deze waren gratis te minten en er stonden genoeg mensen in de rij om die, uh, om die te minten. Dus het was eigenlijk bijna direct uh, waren ze allemaal gemint. Ja, dat is natuurlijk ook een groot deel geweest van die 30.000 uh, inscripties. Overigens is dus NFT's of afbeeldingen is op het moment de enige manier om het protocol te gebruiken. Dus je kan alleen nog maar afbeeldingen, uh, ja, inscripties maken van afbeeldingen. Het is ook de bedoeling om dus later steeds meer toevoegingen aan het protocol te doen... ...waardoor dus ook ander soort bestanden in de Ethereum blockchain verwerkt zouden kunnen worden. Ja, het, grote verschil is met, um, het grote verschil met de Bitcoin ordinals is dat dus bij de Ethereum inscriptions e ...wordt dus de call data gebruikt binnen een smart contract... ...terwijl bij het Bitcoin ordinal protocol wordt de transactiedata gebruikt... ...om dus inscripties te plaatsen op, um, op de blockchain... En nou, het is dus tussen die twee niet heel veel verschil. Maar het is dus wel best wel een groot verschil tussen de NFTs via inscriptions en de NFT's die momenteel al plaatsvinden op de Ethereum blockchain. Want op dit moment zijn NFT's op de Ethereum blockchain eigenlijk alleen maar een link naar een IPFS server. En dat is overigens ook vaak een kritiekpunt op Ethereum NFT's, omdat het eigenlijk niet echt decentraal is. Omdat dus ja, het is, het is een IPFS server. Dus die zou in theorie best makkelijk geblokkeerd kunnen worden. Ja, met deze nieuwe manier van NFT's creëren kan je dus echt daadwerkelijk de NFT in de blockchain zetten. En op die manier is het dus ja, wel decentraler en tegelijkertijd is het ook wat goedkoper om het op deze manier te doen. Dus wat dat betreft heeft het wel flink wat voordelen ten opzichte van de NFT's op, uh, op Ethereum die dus al uh, wat langer mogelijk zijn. Ja, wel is het natuurlijk zo dat er dus al veel langer NFT's op Ethereum mogelijk zijn. Dus het is wel afwachten of het echt uh, ook de hype krijgt die... Uh, die, bit, die het Bitcoin Ordinals protocol met zich meenam. Toen was het natuurlijk allemaal nieuw, nieuw, nieuw. En nu is het gewoon hetzelfde, maar anders. Dus of het echt dezelfde, uh, of het echt dezelfde hype gaat krijgen als Bitcoin Ordinals, is voor nu nog even wacht, afwachten. Maar in ieder geval weer een leuke toevoeging aan, het crypto in, aan de crypto-industrie. En dan is het weer de hoogste tijd om nog even de grafieken in te duiken. Dat doen we zoals altijd op TradingView.com. We kijken naar de wekelijkse candles van Bitcoin. En ik wil als eerste de 200 wekelijkse Moving Average er even bijpakken. Is natuurlijk een enorm lange termijn trendlijn, maar daarom ook zeer betrouwbaar. Ja, we zien eigenlijk dat we sinds dat we deze trendlijn konden meten, er nog nooit onder zijn geweest. Hier hebben we het in de bear van 2015 hebben we het precies als support gebruikt. Vervolgens hebben we dat pas weer aangetikt in de diepte van de bear market in 2018 en 2019. Hier ook perfect als support gebruikt. Helaas in de crypto winter van afgelopen jaren we, zijn we er wel onder uh, gekomen, maar we zien ook dat we hier eigenlijk leek het als, um, leken we hier afgewezen te worden, maar toen hebben we natuurlijk die mooie stijging gehad waardoor we er weer boven hebben kunnen breken. Nu zitten we er toch wel net weer onder, dus het lijkt een flinke strijd uh, te zijn. Het is in ieder geval belangrijk om dit in de gaten te gaan houden, omdat het een enorm belangrijke uh, trendlijn is. En als we hier dus uh, toch als uh, als we weer bovenuit kunnen breken en dus dit nu om kunnen zetten tot support en dan weer uh, dus flink kunnen stijgen, dat zou wel echt een perfecte uh, aftrap zijn voor een volgende bull market. Als we kijken naar de afgelopen uh, bear markets, ja, dan ga ik die even uitzetten. En dan kijken we gewoon puur even naar de week zelf. Want ook uh, vorige week ziet er eigenlijk perfect uit. We hebben hier een plus genoteerd van 1,5 cent. Dus wat dat betreft niet uh, mega positief. Maar we hebben wel eigenlijk de perfecte bounce gehad op die supportzone. Waar we nu al weken en eigenlijk maandenlang al naar kijken. Het gaat over die support van de 24.000, 25 25.000 dollar. Je ziet hier dat de wick van deze candle heeft het aangetikt. Maar eigenlijk daarna weer toch wel mooi gestegen. En alsnog de, de candle in de plus afgesloten. Ja, het feit dat die nu aangetikt is, is eigenlijk iets wat al lang uh, ja, moest nog wel even gebeuren eigenlijk. En het is fijn dat dat nu eindelijk gebeurd is. Het is natuurlijk wel nog afwachten of dit daadwerkelijk dan als support gaat gelden. Of dat dit alleen maar valse hoop is en we er uiteindelijk... Alsnog doorheen gaan breken. Je ziet natuurlijk wel dat we de afgelopen weken toch wel een negatieve trend hebben. Met eigenlijk tien weken lang al een, een daling. Dus als dat, als dat zich voort gaat zetten, gaan we er langzaam ook wel onderuit breken. En daar moeten we ook wel eerlijk over zijn. Als we hier inderdaad echt uh, naar beneden gaan breken, dan zal dat, dan zal dat wel even, even slikken worden. Voor nu ziet het er in ieder geval goed uit. Dus laten we hopen dat dat zich voortzet en dat dit nu uh, als support omgezet kan worden. Dan kijken we nog even naar de dagelijkse candles en daar zien we dat we een vrij positief weekend eigenlijk achter de rug gehad hebben. We hebben afgelopen woensdag hebben we die flinke daling gehad vanwege de mega paniek rondom de SEC. Toen hebben we echt de dieptepunten gehad en dat, is ook de, dat zijn de dagen waarin we dus die onder de 25.000 dollar uit zijn gekomen. Ja, op de donderdag ook nog even, maar dat heeft Axel natuurlijk al besproken. En eigenlijk op de vrijdag hebben we een pracht van een candle neergezet. Uiteindelijk maar plus 3%, maar wel eerst even een daling, die vervolgens in een flinke stijging is omgezet. En toen hebben we eigenlijk een beetje consolidatie gehad dit weekend. Dus niet super harde bewegingen, maar eigenlijk de hele paniek rondom de SEC is toch wel weer uh, goed gemaakt. En hebben we nu zijn we consolidatie aan het vinden. Dus wat dat betreft is dat hartstikke mooi. Ja, het is dus belangrijk dat we hier dan ook daadwerkelijk doorbreken. Want als je ziet zijn we nu eigenlijk weer precies aangekomen op een punt dat een belangrijke supportzone is geweest. Als we dat nu gaan omzetten tot een resistance, ja dat zou wel echt uiterst matig zijn. Laten we het daarop houden. Dus dat is nu voor op het moment zijn het wel, komen er belangrijke dagen aan om te kijken waar we naartoe gaan. Maar op zich ziet de wekelijkse lange termijn ziet er dus goed uit. Dus het zou korte termijn nog wel naar beneden kunnen gaan. Maar op de lange termijn ziet het er dus goed uit. Dus laten we hopen dat dat nu langzamerhand een beetje weer, ja, misschien wel gaat uitspelen. Zoals ook Arthur Hees al voorspelde in zijn, in zijn blogpost. En dan gaan we nog even kort naar de uurkendels kijken, want ook de afgelopen uren zien we wel weer een interessante stijging. We hebben de afgelopen uren um, een best wel weer positieve candles neergezet. Nou ja, het valt allemaal natuurlijk wel mee op, uh, als we wat verder terugkijken. Maar we zien ook dat de Amerikaanse markt is recent geopend. En uh, we hebben ook het bezoek gehad van de uh, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika die naar China is gegaan. Het leek allemaal wat positiever te gaan dan mensen eigenlijk hadden verwacht. En over het algemeen houdt de markt gewoon van zekerheid en van ja, weinig frictie. Dus wat dat betreft is het allemaal weer ietsje positiever uitgepakt dan dat we uh, dachten. Mogelijk heeft dat ook kunnen zorgen voor deze mooie uh, uurlijkse candles. Nou, zoals ik al zei, het is, eigenlijk valt het allemaal mee. Want we stonden een, uh, een, een dag geleden stonden we nog hoger dan dit. Maar ja, dit is natuurlijk toch mooi meegenomen. En dat was het dan weer voor vandaag. We hebben natuurlijk weer een hoop besproken. De crypto wereld staat immers nooit stil. Wel hebben we afgelopen weekend de hele paniek rondom de SEC weer goed kunnen maken in de koersen. Dus dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. En momenteel lijken we een beetje te consolideren. Komende uren/slash dagen gaan ons vertellen of we dit als resistance gaan gebruiken. Of dat we hier toch eindelijk doorheen gaan breken. Dat ga je met Axel bespreken, want die is morgen gewoon weer voor je terug. En voor nu hoop ik dat je dit een leuke video vond. Was het nou zo? Laat het dan even weten in de comments. En als je daar toch bezig bent, wordt een like natuurlijk altijd gewaardeerd. Subscribe op het YouTube-kanaal om nooit meer een video te missen. En dan rest mij niks anders dan je nog een hele prettige avond te wensen. Dus bij deze. En dan hoop ik je weer een keer terug te zien op het YouTube-kanaal. Doeg!